Meerdere Groesbeekse raadsleden maken zich zorgen over een gebrek aan veiligheid en leefbaarheid in een aantal wijken in de gemeente Bergendal. Het gaat over de wijk De Stekkenberg en een aantal locaties in Millingen die aan het afglijden zouden zijn. De plekken staan inmiddels bekend om onrust en drugsgebruik. De politiek vindt dat woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen moeten streven naar een betere vorm van toewijzing van woningen. Ook zou de wachtlijst voor starterswoningen te lang zijn. Zondag zijn Rob Verheijen en Henny Eikholt te gast in het radioprogramma Studio De Streek. Daarin is de problematiek rondom de Groesbeekse Stekkenberg een van de onderwerpen.